Het Afrika Museum, tegenwoordig het Wereldmuseum Bergendal, zal op 27 november definitief sluiten. Het huurcontract voor het museum gebouwen en de grond is niet verlengd. Het museum hoopt op een nieuwe locatie ergens in de regio. Na een jarenlang conflict met de museumdirectie heeft de eigenaar van de gebouwen en de grond besloten de huurovereenkomst niet te verlengen. Om mensen de gelegenheid te geven om afscheid te nemen, heeft de directie besloten om het museum van 14 tot en met 26 november gratis open te stellen voor het publiek. Vanaf 6 december is het weer mogelijk voor inwoners van Nijmegen om boodschappen te bestellen bij bezorgdienst Flink. Flink heeft al eerder een locatie in Nijmegen gehad aan de Hessenberg die begin dit jaar sloot. De gemeente wil het bedrijf weg hebben uit het centrum vanwege de overlast die de bezorgers zouden veroorzaken. Nu is er een vergunning verstrekt voor een nieuwe locatie aan de Groene Straat. Flink is erg blij voor de medewerkers, klanten en het bedrijf als geheel dat ze weer in Nijmegen kunnen bezorgen, laat de directeur weten. 3FM heeft bekendgemaakt welke drie DJ's zich zullen laten opsluiten in het Glazen Huis dat dit jaar de week voor kerst zal staan op de Grote Markt in Nijmegen. De DJ's gaan namens Serious Request geld inzamelen voor stichting ALS Nederland. De DJ's die gaan plaatsnemen in het Glazen Huis op de Grote Markt zijn Barend van Delen, Sophie Heikema en Wijnand Speelman, liet 3FM weten. Als extra uitdaging moeten zij tijdens de actieweek hun mobiele telefoon inleveren. Ze kunnen alleen contact met het thuisfront onderhouden via de radio of tijdens het bezoek aan het Glazen Huis. Ook mogen ze de hele week niet eten.